Je schildklier is maar een heel klein orgaan. Het heeft een beetje de vorm van een vlinder. Als je nou hier voelt in je hals, dan kan je hem ongeveer voelen zitten. Nou, de schildklier lijkt heel klein, maar hij heeft wel een heel grote functie. Het maakt namelijk je schildklierhormonen en die regelen een beetje de energiehuishouding van je lichaam. Dat is vooral belangrijk voor kinderen in de groei en voor zwangere vrouwen. En als hij het nou niet goed doet, kan dat heel veel problemen veroorzaken. Dit is een van de dingen waarnaar ik kijk in mijn onderzoek. Nou, dat was eigenlijk vrij toevallig. Mij leek de schildklier namelijk helemaal niet zo heel spannend. Maar toen ik me eenmaal ermee bezig hield, vond ik hem super interessant. Ik heb namelijk hiervoor medische antropologie gestudeerd. En vandaar dat ik gefascineerd ben met de evolutie van het menselijk lichaam. En wat blijkt nou? De schildklier is evolutionair gezien heel oud. Het is zelfs zo dat toen de eerste oerwezens uit de oerzee kropen, die waarschijnlijk al een voorloper hadden van de schildklier. En in deze oerzee zat een stof, jodium, die super belangrijk is voor het aanmaken van het schildklierhormoon. En dit hormoon is nou zo belangrijk bij de energiehuishouding en de hersenontwikkeling. Ik onderzoek op het moment de ontwikkeling van kinderen die verwekt zijn nadat hun moeder een vruchtbaarheidsonderzoek heeft gehad. Bij dat vruchtbaarheidsonderzoek werd namelijk een vloeistof met jodium gebruikt. Ik reis nu door heel Nederland om te kijken hoe het gaat bij deze kinderen. Daarbij kijk ik naar schooluitkomsten, intelligentietesten, maar ook aandacht en concentratie. Maar eigenlijk is er een grotere vraag die ik samen met andere onderzoekers probeer te beantwoorden. We weten hoe belangrijk het is dat er een goede leefomgeving is in de eerste 1000 dagen. Dus vanaf de conceptie, tijdens de zwangerschap en in je eerste 2 levensjaren. Door gegevens uit de hongerwinter van 1944-1945 weten wij dat een zwangerschap onder moeilijke omstandigheden, dus tijdens een hongersnood of tijdens een oorlog, grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid van het ongeboren kind. Helaas zijn hongersnoden en oorlogen nog steeds aan de orde van de dag, vandaar dat het extra belangrijk is dat we snappen wat voor een effect deze rampen hebben op het ongeboren kind, maar ook op de generaties daarna. Ja, dat wil ik zeker. Voordat ik geneeskunde studeerde, heb ik onderzoek gedaan in Congo. En ik had het daar vrij moeilijk, omdat ik merkte dat ik daar vooral onderzoeksgegevens moest verzamelen, maar dat mensen nog steeds doodgingen aan dingen die eigenlijk vrij makkelijk te behandelen zijn. En dat ik ook niks kon leren over hun opvattingen over ziekte en gezondheid. Dus als ik eenmaal arts ben, wil ik graag teruggaan naar Congo om daar echt een verschil te maken.